de zaak Noordpolderdam. Via social media zie je heel veel ten aanzien van deze zaak. Om hierop in te gaan, in de ochtend van zondag 8 juli 2021... werd er een melding gemaakt van een voertuig welke in brand stond aan de Noordpolderdam, de Wanica. Nadat de politie en de brandweer naar de PD werden gedirigeerd, kwamen na blussingswerkzaamheden van de brandweer tot de ontdekking dat in het gebrande voertuig zich 3 verkoolde lijken bevonden. Het gaat om Sital Rojitas, Kassan Pawiro Sean en Turtilin Cedric. En vanaf de ontdekking van dit ernstig misdrijf is er enorm veel onderzoekshandelingen verricht door de verschillende politieafdelingen. Alles geschiedde onder supervisie van het Openbaar Ministerie. En tot dusver heeft de afdeling meer dan 70 verhoren afgenomen. Er is heel wat tactische en technische onderzoek verricht. We hebben daarbij ook veel assistentie gehad van de forensische opsporing. Gaande het onderzoek werd via verschillende informatiebronnen, en dat zijn afzonderlijke informatiebronnen, zeker 5 informaties binnengekregen. En we hebben ook informatie gehad van een directoraat Nationale Veiligheid, de DNV. En al deze informaties, ook scenario's, zijn verder uitgewerkt. Goed uitgewerkt en op een gegeven moment is het gelukt om 5 verdachten in beeld te brengen in deze zaak. Intussen zijn 2 van die verdachten aangehouden. En het gaat om de ene Jorinde W. en Elden S. En ten aanzien van de overige 3 verdachten, die zijn nog voortvluchtig. Het vermoeden dat bestaat dat ze ondergedoken zijn. Maar samen met, met het arrestatieteam wordt bekeken naar de opsporing en aanhouding. Ten aanzien van 1 van die voortvluchtige verdachten, er is reeds een opsporings- en algemene opsporingsbericht via de waarnemend procureur-generaal in de media verschenen. Het gaat om de verdachte Wilson Marvin Anthony Ralph. Binnenkort, en de opdracht is al gegeven door de waarnemend procureur-generaal om de opsporingsberichten van de 2 andere voortvluchtige verdachten in de media te plaatsen. En dat zal hoogstwaarschijnlijk vandaag of morgen gebeuren. In verband met deze zaak heeft de afdeling ook 4 voertuigen in beeld gebracht waarvan sterk het vermoeden bestaat dat die voertuigen door de verdachten zijn ingezet om het misdrijf te plegen. En het is gelukt om 3 van die voertuigen in beslag te nemen. 1 is al in beeld gebracht. Die 4e is ook in beeld gebracht, maar gezien het feit dat het doorverkocht is aan een andere persoon, en is dan in opdracht van het OM dat even on hold gezet ten aanzien van die inbeslagname. Maar er is wel een technisch onderzoek gedaan aan dat voertuig door de afdeling forensische opsporing. Wij hebben verder ook wat achtergrondinformatie en onderzoek gedaan ten aanzien van die slachtoffers. Dus niet alleen de verdachten, alleen maar de slachtoffers ook. En ten aanzien van het slachtoffer Rohit is er iets bekend dat hij meermalen eerder voor verschillende ernstige misdrijven aangehouden was. Ten aanzien van die 2 overige slachtoffers en bij de politie tot dusver was er geen informatie dat ze ongunstig bekend waren. Maar wij hebben verder ook andere informaties uitgewerkt ten aanzien van een slachtoffer Rohitas. En naar aanleiding daarvan moesten we een nader onderzoek doen in zijn of thuis bij hem aan de Quarantainstraat. En op een gegeven moment bij onderzoek zijn wij gestuurd op heel wat zaken die begraven waren op het perceel daar. Op dinsdag 26 april 2022 zijn wij van de Cool Case Unit naar intensief en gedegen onderzoekswerkzaamheden zijn we getogen naar de Quarantainstraat op het woonadres van Weilen, het slachtoffer Sital Rohitas. Daar hebben we dan, zoals eerder is aangegeven, opgraving gedaan waar we geld, munitie,
onderdelen van vuurwapens hebben gevonden. En deze waren gezet, althans onderverdeeld in 3 sealed emmers. En, het betreft in deze een bedrag van 70.020 euro. Verder US dollar 22.000. En mogen worden vermeld dat dit geld een dag na de fonds geleek en is gestort op een rekening van de procureur-generaal. Althans, waarnemend procureur-generaal. Verder is aangetroffen een semi-automatisch wapen, een Glock-pistool. En met 2 patronenhouders, elk gevuld met 8 scherpe patronen. Verder 1033 scherpe patronen, en verdeeld onder verschillende kalibers. 9 mm, kaliber 38, kaliber 380, kaliber 32, kaliber 45, kaliber 62. 762 mm, de zogenaamde AK-patronen, kaliber 40. Verder 3 patronenhouders van semi-automatische wapens die ook waren begraven. 6 Glocks patronenhouders, 9 mm. Verder 7 verschillende patronenhouders van verschillende vuistvuurwapen. Documenten zoals paspoorten, ID-kaarten, familieboekjes. En verder verpakkingsmateriaal waarmee vermoedelijk drugs werd verpakt. Ook is aangetroffen een regenjas met politieopschrift. En, ten aanzien van deze regenjas mogen worden vermeld dat er door de politie drugszonde onderzoek althans is gedaan. En die hond heeft een positieve melding gedaan. Dat geeft aan dat zo'n jacket sowieso in aanraking is gekomen met drugs. En, verder is ook gevonden een cellulair toestel van het merk iPhone die ook was opgegraven. Op basis van wat we daar hebben aangetroffen en de informaties die we hebben, en, zijn er sterke aanwijzingen dat Rohitas en Sean veel meer moeten afweten over deze goederen en voorwerpen die daar zijn aangetroffen. En het onderzoek is nog gaande. Zoals ik al eerder zei, we zitten nog in het midden van het onderzoek. Het kan nog maanden duren. En we sluiten ook niet uit dat er veel meer of meerdere verdachten nog in beeld zullen komen. Over het geval van Noordpolderdam, klopt het dat er een politieambtenaar, een politieman ook in beeld is gebracht als verdachte? En met de verschillende dingen die we gehoord hebben vanuit de mensen van de Cold Case Unit, kunnen we daaruit concluderen dat drugs de boventoon voert of heeft gevoerd bij de liquidaties in dat geval? De vraag als er een politiefunctionaris erbij betrokken is. Er is inderdaad tijdens het onderzoek enigszins een naam naar voren gekomen die we niet gaan noemen. Maar we moeten nog kijken in hoeverre deze functionaris enige betrokkenheid heeft met de zaak. We zijn nog geen onderzoek. De zaak is nog geen onderzoek, dus we gaan nog geen vingerwijzing doen. Verder ten aanzien van de vraag als deze zaak te maken heeft met een drugszaak. Wat wel vaststaat is dat deze zaak valt onder georganiseerde misdaad. Toch? En we zijn bezig, we gaan nog niet met zekerheid zeggen dat het met drugs te maken heeft, maar wel met zekerheid dat het om zeer georganiseerde misdaad gaat.